Na maanden wachten is het gisteravond eindelijk zover en gaat de Indiase hockeyfilm Harjeeta in première in Zoetermeer. De leden van hockeyclub Alecto uit Leiderdorp vlogen eind vorig jaar naar India om in de film mee te spelen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik denk dat het een hele leuke film is, met een heel mooi verhaal. De film gaat over een jongen die in de Sloppenwijk woont, een arme Indische jongen. En uiteindelijk wordt hij captain van het India's team onder 21, wat wereldkampioen wordt in eigen land in 2016. En wij zijn dan de tegenstanders van hem. Dus wij zijn eigenlijk een soort van de bad guys in de film, want wij moeten tegen hem spelen. Zag je jezelf voorbij flitsen? Ja, ik heb mezelf 1 of 2 keer voorbij zien lopen, maar het was heel kort. Echt heel kort. En dan, ja, in de wedstrijd zie je jezelf dus soms een beetje voorbij komen als tegenstander. Dus. Maar ik denk dat het vooral de shots zijn van het Indiase elftal en dat wij er dan daardoor, daartussendoor lopen. Ja, het zal vast wel heel leuk te zien zijn om jezelf te zien op het grote doek inderdaad. Voor geïnteresseerde bezoekers is het even opkijken dat het zo druk is in de bioscoop. Zij zijn dan ook blij verrast als blijkt dat de medespelers in de film in de zaal zitten. Nou, ik voel me vereerd dat ik tussen allemaal acteurs zit. Ik had het echt niet verwacht. Ik vind het wel leuk om zo te zien. Ja, best bijzonder eigenlijk, want het is een India's film, Punjabi. En dan zie je opeens mensen uit Nederland erin spelen. Best wel bijzonder. En dit had ik echt niet verwacht, ja. En dus nu ben ik nog meer benieuwd om hoe de film gaat zijn.